Goedemiddag, we zijn dus aanbeland in München en we verblijven hier in de Holiday Inn zoals u achter mij kunt zien. Je kunt verschillende lenzen combineren, maar sommige werken en sommige werken niet. Ja, ik was er ook bij. Daar hebben we dus het basisstation bezocht. Ik vind dat ze de schotel en de auto andersom hadden moeten zetten. Dan hadden we duidelijker wist hoe dat die dus werkt. Ja, ik ben bij de school in mijn maximale. Schaalmodel van ruimte telescoop. Een model van onze eigen melkweg. Extremely large telescope, ook in Chili, met een spiegel in zeshoekige fragmenten. Dit is de infraroddetector die aan de VLT-telescoop is gekoppeld. De infrared giant called Isaac. April 2016 heeft dus de VLT ook een laserpointer gekregen. Welkom bij ESO. Ik heb waarschijnlijk al een goed idee gezien van wat ESO allemaal doet. Dus dit is de ESO Supernova, dus het nieuwe bezoekerscentrum dat nog niet lang open is, sinds april. Het idee is dat ik vandaag een uurtje een beetje een inleiding geef van wat ESO zelf doet. En een beetje aan de professionele kant en wat we allemaal doen en hoe onze bureaus hier en laboratoria eruit zien en zo. Dus. Die liever met helling gaat in plaats van een trap. Van architectuur, dus een beetje ronde, verschillende rondingen. Als er officiële vergaderingen zijn van ESO, worden dus hier alle vlaggen opgehangen. Dat is maar een paar keren per jaar. We zijn niet meer in Duitsland. We zijn hier onafhankelijk ESO-terrein. Dus het is een beetje zoals in een ambassade of een consulaat. ESO is een internationale intergouvernementele organisatie. Dat betekent dus dat wij betalen dus ook interne taksen en geen internationale Duitse taksen. Want het zou niet echt eerlijk zijn tegenover al de lidstaten dat we bijvoorbeeld alleen Duitse taksen betalen. Want dan krijgt Duitsland meer geld er terug van wat wij betalen. Dus hetzelfde is in België met de Europese Unie. Het is een beetje zoals een ambassade eigenlijk. Die zijn dus volledig open, dus ook voor amateurastronomen. Je kunt echt wetenschappelijke gegevens van ESO ook gebruiken. De cleanroom. In welke klasse cleanroom? Niet zo hoog. Voor de ELT. Dus daar hangen we die segmenten op om te zien hoe die gravitationeel verandert. Een pseudotelescoop, laten we zeggen. Daardoor kunnen we dus echt zien hoe die segmenten gravitationeel zich vervormen als je de telescoop op lage of hoge elevatie waarneemt. Achteraan, je kan openen om die instrumenten binnen naar buiten te halen. Die optische elementen die erin zitten, die moeten ook allemaal mooi uitgelijnd blijven. Dus dat moet allemaal getest worden in alle mogelijke richtingen. Eén instrument dat we er zien, staat er van achter. Dat is een VLT-instrument, dat heet Krairis Plus. Het gebouw is 34 meter diameter, zo groot als de toekomstige ELT. De Belgische vertegenwoordiging tussen al die andere landen van ESO. Dat de handtekening heeft van alle lidstaten. Ja, die liever niet aan de handtekeningen te koppelen. Hoeveel segmenten zijn er? Er zijn er 798. Onafhankelijk, maar ze zijn allemaal hetzelfde groot. Geen subgroepen of zoiets, zie dat samen? Nee, het zijn individuele sturing. Ja, conferenties worden hier gedaan. Als iemand een vraag wilt stellen, als je dat in Chili ook wilt horen, dan moet je echt wel die telefoons gebruiken hier. Maar zo ziet dus een echte conferentie eruit. Dus daar staat ook de handtekening ook van de Belgische vertegenwoordigers. Dus dit is de council room. Hier worden alle grote beslissingen genomen. Dus vooruitzien, als er tot 20 lidstaten of zo, of zelfs nog meer dan 20, kunnen we er allemaal in. Dus 1 per staat? 2 per staat. 2 per staat. Als er dan voordrachten gedaan worden, worden dan hier gedaan. Worden geprojecteerd daarop, maar wordt ook geprojecteerd op die schermen in het midden. Vooruitkijken en alles zien waarover gepraat wordt. Ah, bedankt. Heel graag gedaan. Ja, als je daarna nog vragen hebt, kan ik ook.